Er wordt natuurlijk al een tijdje gesproken over wie dan die nieuwe lijsttrekker van het CDA gaat worden. Wordt de Nijmeegse burgemeester Bruls de lijsttrekker van het CDA? Bruls zelf ontkent dat het aan de orde is. En dat doet hij naar aanleiding van de commotie die ontstaan is door het vertrek van CDA-prominent Mona Keijzer. Zij maakte gisteren bekend dat ze haar lidmaatschap van het CDA opgezegd heeft. En haar vertrek zou te maken hebben met het mogelijk lijsttrekkerschap van Bruls. De burgemeester laat weten niets te weten van het vertrek van Mona Keijzer uit het CDA. Maar hij vindt het wel jammer dat ze weggaat. Over of hij gepolst is om de nieuwe lijsttrekker van het CDA te worden voor de verkiezingen in oktober, zegt Hubert Bruls het volgende. Dit nieuws zegt mij niets en het is wat mij betreft niet aan de orde. Erover speculeren heeft ook weinig zin. Maar Bruls wil dan misschien zelf niet speculeren of hij gepolst is of gepolst gaat worden. Maar er wordt natuurlijk al een tijdje gesproken over wie dan die nieuwe lijsttrekker van het CDA gaat worden. Nu het vuur weer even opgeleid is, vertelt de voorlichter van de gemeente Nijmegen dat er een heuse mediastorm is. En dat er veel journalisten aan de lijn hangen voor een interview met de burgemeester. Maar Bruls laat het dus bij een korte telefonische reactie en wil verder niet voor camera reageren. Maar er wordt al langer gespeculeerd of de burgemeester van Nijmegen lijsttrekker wordt van de Christelijke Partij. Eerder zei commissaris van de Koning John Berends nog dat de burgervader van Nijmegen een geschikte kandidaat is voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij is stressbestendig en staat ergens voor, maar het is bovenal aan hem, aldus Berends.